dames en heren en alles daartussen. Bereid u voor op deze 50ste aflevering van dit meest debiele showke. Niemand heeft er ooit om gevraagd, maar niemand kan het nog missen. Zelfs mijn mama kijkt mee. Hier is een klootzak van een kwartiermeester. Een volgende episode dan. Waar zitten hier dagelijks? Niemand is echt opgetogen. Tot hier en niet verder. Ik vind het ook beter zoals het nu is. De goede oude Sovjet-stijl. Toen was het nog feest. Beste stuurlui staan aan wal. Wat zitten die mannen daar dan te doen? Dat is geen sinecure. Zullen ze daarin slagen, denk je? Trek je plan. Moeten we panikeren? En één keer struikel ik over. Er zit natuurlijk een mooie zomer aan te komen. Je zegt het. Dansen mag nog altijd niet. It cannot happen. Dat is jammer, hè. Wie wist wat, wanneer en hoe snel mag ik hier dan rijden? De schade is groot. Er zijn wel mensen gestorven, hè. Dat is geen natuurlijk fenomeen. Ik ben 34 jaar. Beetje gehandicapt. Het is gewoon kloot. Geen Brusselaars, geen Walen. Een volledig zorgenvrije zomer zal dan wel op één wiel zijn. En dan iets anders. Meer weer. Dat kunnen we niet aanvaarden. Maar ondertussen blijven de mensen daar hozen. Het is in elk geval erg rustig. Ik hoop dat je mij hoort. Welkom bij het project. Mijn naam is Paar en alles maakt beter bij patheten. Welkom bij de kinderen van het internet bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Door u verkozen tot best wel bekijkbaar. Om te beginnen gaan we afronden. De zoektocht naar Jurgen Konings is afgelopen. Ze hebben hem gevonden. Hij lag in Bilzerbos in Limburg. En dat is nu juist waar ze aan het zoeken waren. Vlakbij waar Jurgen Konings zijn auto heeft achtergelaten. Wel vreemd dat de honden hem niet roken. Het is de burgemeester van Mazeik die vanmorgen aan het fietsen was daar in de buurt en die merkte plots een geur op van een lichaam in ontbinding. Goeie neus moet die man hebben, want hoe kan het dat? Tientallen militairen en politiemensen Konings niet vonden. En de speurhonden, vergeet de speurhonden niet. Deze specifieke plek, die zou net buiten de perimeter gelegen hebben. Prachtig verhaal. Zo goed kan Dick Durver het niet bedenken. Maar de tante heeft een andere uitleg. Die heeft geen zelfmoord gepleegd. Ah nee? Door wie is hij dan gedood? Door wie? Die wat hem hebben gezocht. En hoe gaat je dat bewijzen? Daarom vragen wij het lijk op. Uit te laten, bewijzen zijn verbrand. Aanvaard gewoon de totaal niet doorzichtige narratief. De doodsoorzaak van de gezochte militair Jurgen Konings is zelfdoding met een vuurwapen. En stel u verder geen vragen bij het feit dat die honden daar een maand hebben rondgelopen zonder ooit iets te ruiken. Het moet zijn dat hun neus aan de perimeter stopt. Dat zij hem niet konden vinden en een jager en burgemeester wel. Lijkt vreemd, maar is het niet. Het is niet vreemd. En aangaande die jager, die bij mijn weten niet in de particratie zit. Intussen is er ook een strafonderzoek opgestart tegen de jager. Die zijn ervaringen en eventueel bewijsmateriaal mocht je gewoon negeren. Hij heeft ook beelden van dat lichaam gemaakt en hij zou die beelden dan hebben doorverkocht aan het Duitse blad Bild. Ook al kunnen die beelden voor opheldering zorgen. Maar als jij de oorzaak waart van zijn manie, is nu de moment om u heilig te gedragen. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jurgen Konings. Want de een zijn dood, is de ander zijn persconferentie. Daar hebben ze veel aan. De volgende vriend van de show kwam helaas niet op het journaal. Els Ampe heeft klacht van eigen partij aan haar been door controversiële video. De Brusselse afdeling van Open VLD heeft een klacht ingediend bij de statutaire commissie tegen Vlaams parlementslid en oud kandidaat-voorzitter voor Open VLD, Els Ampe. Els Ampe, de enige politica voor wie wij met plezier de handdoek in de ring gooien, kwam onder vuur te liggen door haar eigen achterbakse partij om deze weinig controversiële video. Plots heeft de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis, beslist om de politie te laten interveneren. En het is per tang niet moeilijk om veel controversiëler te vinden. In de maand juni zal er geen enkele persoon nog sterven aan corona in België. Want deze video is meer dan een jaar oud. Herinner u dat Mark van Rans toen ook zei dat het coronavirus een simpele griep was? Om maar te zeggen, ampen zal ampen. Als je opkomt voor je mening, dan maak je inderdaad niet altijd vrienden. We zijn in België niet langer een democratie, we zijn een particratie waarin je als partij
partijlid moet zwijgen omdat er iemand van uw partij in de regering zit. Maar nu hangt eigenlijk dit boven het hoofd. Amper riskeert een berisping of een tijdelijke schorsing uit de Brusselse werking. Wij als Simpleger kunnen dit natuurlijk niet dulden. Daarom hebben we een coronaveilige protestgroep op Facebook geplaatst waar we foto's kunnen delen zoals Els gaat fietsen of Els gaat skaten of Els gaat skaten deel 2. Alleszins moesten ze u echt niet willen, Els. Dan word je maar voorzitter van de kwartierpartij. Het volgende nieuws kan ik na 50 preken helaas niet afronden. Over het zomer- of het winteruur worden voorlopig geen knopen doorgehakt door de Europese Unie. Ene keer per jaar draaien we de klokkenuur voor en ene keer per jaar draaien we de klokkenuur terug. Zo doen we het sinds de jaren 70 en zo blijft het. Prachtige onderzoeksjournalistiek omroep. Het werd bedacht tijdens Wereldoorlog 1 om kolen te sparen. En het hoeft zo ook niet te blijven. Uit peilingen blijkt dat de meeste Europeanen van dat overschakelen af willen. En wat willen die Europeanen dan? Geen winteruur meer. Ah ja, waarom? Want het is in de winter dus ook zo vroeg donker al en je hebt van die avond niks meer, vind ik. Ik vind dat jij je moet renseigneren. Of heb je misschien nooit gewerkt? In de winter zou de zon pas opkomen om 21:45. Het grootste deel van de winter zouden we 's ochtends dan helemaal in het duister naar het werk moeten. Want wintertijd is standaardtijd. De wintertijd sluit het best aan bij onze manier van leven. En constante zomertijd. Dat is niet zo goed voor ons bioritme. En dat van de beestjes natuurlijk ook. Hè. Dan gaan we nu door met het internationale. Nee, wacht. De internationale. In China hebben ze de 100ste verjaardag van de Communistische Partij gevierd. Communisten zijn verwerpelijk. Ze vallen ons kanaal de hele tijd aan. En alsof dat niet genoeg is. Tijdens het bewind van Mao kwamen miljoenen mensen om door honger en repressie. Vergeet ook niet dit. In 1989 het studentenprotest voor politieke vrijheid. De bloedige onderdrukking ervan. China doet niet liever dan mensen vermoorden die van een ander gedacht zijn. Door repressie in de provincie Tibet en recenter ook in Xinjiang, waar honderdduizenden Oeigoeren werden opgesloten in heropvoedingskampen. Taiwan en Hongkong kunnen dus maar best zwijgen. Wie kritiek heeft op Peking, draait de cel in. Wat als je daar ook SARS, varkensgriep en nu corona bijtelt, staat de killcount van die Winnie de Poes hoger dan Hitler of Stalin ooit had kunnen dromen. In zaken democratie en mensenrechten, een triest rapport. Nu goed, de tegenpool is ook niet altijd dat. Want in Hongarije is rechts aan de macht. En in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, hebben duizenden mensen op straat geprotesteerd tegen een nieuwe anti-homo-wet. En nu zijn homo's verboden. Zoals Orbán het zelf zegt. I am defending the rights of the homosexual guy. Nu ben ik verward. Waar gaat het eigenlijk over, Wim? De wet verbiedt dat jongeren op school of in de media nog iets vernemen over seksualiteit. Nee. Kennis moet verspreid worden, tenzij daar een goede reden tegen is. Hongarije vindt dat alleen ouders over homoseksualiteit of geslachtsverandering met hun kinderen mogen praten. Ergens kan ik dat verstaan, want als ik naar de VRT kijk, zie ik voornamelijk propaganda in a way. En ik zou willen geloven dat kinderen beschermen hun motivatie is, maar de Hongaren lijken bovenal Europa te willen trollen. This bill clearly discriminates. En die eurocraten trappen daar domweg in. In de Europese Unie is er geen plaats voor LGBTQI. Maar die van ons was nog lang zo dom niet als die van de Hollanders. Premier Rutte van Nederland die pleitte er al voor om Hongarije dan maar uit de Unie te gooien. Omdat je zijn mening niet graag hoort, gaat je deze euroscepticus geven wat hij bovenal wil. Oké, goed. Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. The law is already announced. It's published as that. Nu weet niemand nog wat een homo is. Leraars mogen er niet over praten. Films met holibies mogen niet uitgezonden worden op tv. Series waarin holibie-personages of transgenders voorkomen, zijn niet langer toegelaten. Maar dat wist het hypocriete verleden niet uit. Hier in Brussel heeft de politie vrijdagavond een Hongaars lid van het Europees Parlement betrapt op een lockdownfeestje. József Szájer van de conservatieve partij Fidesz. Lockdownfeestjes zijn niet aan zich gay, maar dit specifieke feestje was
Een seksfeestje met mannen blijkbaar. Gelukkig mogen wij nog steeds praten over geaardheid. Homoseksualiteit bedoel ik dan? En dan heb ik het niet over... Over transgenders. Want dat heeft alles te maken met uw geslachtsdeel en niet dat van uw partner. T heeft niets te zoeken bij LGB en de voetbal moet zich ook niet moeien. De stad München had het initiatief genomen om tijdens de match van Hongarije tegen Duitsland het voetbalstadion in München te laten oplichten in de regenboogkleuren. En als er voetbal in de preek zit, dan weet je hoe laat het is. Het is weer devil time. Maar is dat winteruur of zomeruur? Plots zijn we allemaal Belgen die supporteren voor... De duivels, onze duivels. Le ballon fait la force. Maar de schijn-Belgicisten die makkelijk te overtuigen zijn, zullen zich toch aan de spelregels moeten houden. Door de coronamaatregelen mag wel maar 1/4 van het totaal aantal toeschouwers het stadion binnen. En die maatregelen gelden natuurlijk niet voor de miljonairs op het gras. Zij moeten geen afstand houden. Hey, wij mogen dromen. Zij mogen heel Europa rondvliegen zonder ooit een PLF in te vullen. De Wereldgezondheidsorganisatie die is in elk geval bezorgd. Pas op, de WHO is enkel bezorgd over al die rondreizende voetbalsupporters. En voor wie het stadion niet binnenraakt, gelden er strengere regels. De bedoeling is dat iedereen die de match volgt, blijft neerzitten aan een tafeltje. Maar iedereen houdt er zich netjes aan. Corona lijkt genadevol te zijn voor hypergecommercialiseerd nationalisme. En dat levert in Brussel deze beelden op. De sfeer sloeg om en de gemoederen raakten na de match snel verhit. Het is banaal, marginaal en op het randje van tribaal. In het centrum van Brussel is het gisteravond tot rellen gekomen nadat een groep Rode Duivelsfans een man met een Italiaanse vlag had belaagd. Stammenstrijd is geen goede zaak. Mensen gooiden met projectielen en staken vuurwerk en rookbommen. Af. En nieuwe schoenen zijn dat wel. Enkele amokmakers profiteerden van de onrust en plunderden een sportwinkel in de Nieuwstraat. Volgens ons lokaal nieuws was dit crimineel opportunisme nogthans te vermijden. Grote schermen zouden de situatie na een EK-match misschien beheersbaarder kunnen maken. Maar het zal nog wachten zijn tot de volgende BLM-betoging. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. En wij gaan door met het angstaanjagende nieuws. Want door al dat geschreeuw en geknuffel gaat het heel slecht met de coronacijfers. De vaccinatiecijfers blijven intussen dalen. Zou vaccins werken? Nee, tuurlijk niet. Wim heeft zich versproken. Alle cijfers gaan de lucht in. Ons land is op dit ogenblik het snelst vaccinerende land in Europa. Maar dat is goed nieuws. Nu mogen we weer meer. Heel wat coronaversoepelingen in één keer. Zoals gaan werken. Want de koffie op het werk is altijd beter. Wie de slechte koffie op het werk gemist heeft, dat zal opnieuw kunnen. Als je niet bij de VRT werkt, tenminste. Ondertussen raakt heel het land stilaan gevaccineerd. En intussen heeft ook de premier zijn eerste inenting gekregen. De premier is 46 jaar oud, dus volgens de huidige maatregelen krijgt hij het AstraZeneca of Johnson & Johnson vaccin. Desondanks kreeg hij vanochtend een eerste dosis van het Pfizer vaccin. Want de premier is jong van geest. Een puber eigenlijk. En pubers willen feesten. In de tweede helft van de zomer moet het volgens premier Alexander De Croo mogelijk zijn om in ons land opnieuw grotere festivals te organiseren. En dat betekent Pukkelpop. Het festival in Kiewit bij Hasselt zal georganiseerd worden op volledige capaciteit. Met 1 miljoen man. 66.000 festivalgangers per dag. Snel geteld, hè. En waarom ook niet, nu de vaccins voor iedereen beschikbaar zijn, is het tijd dat we terug persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen. Dat is op eigen risico's. Maar daar dacht de veearts Sander over. Dat is nog iets te vroeg. Want hij weet wat ons te wachten staat en waarom we bang moeten zijn. De Delta-variant. Heel besmettelijk. Heel snel kan oprukken. Dus Pukkelpop gaat moeilijk worden. De opbouw van Pukkelpop is stilgelegd. Want ze weten van toeten nog blazen. Ze vragen nu meer duidelijkheid aan de overheid. Helaas kwam de verduidelijking van... Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Terwijl de fotonen op zijn voorhoofd hem haast omverduwden, maakte deze bejaarde fraudeur het simpel. Het
dat je op een vrijdagmorgen naar de apotheker gaat en die apotheker neemt een antigeentest af. Maar de zondagmorgen mag je daar niet meer zijn. Dat is wel complex, hè? Dat is niet complex. Van der Hogenbroek heeft gelijk, waarschijnlijk. Ik ben eigenlijk al sinds de aankondiging gestopt met luisteren. Ze moeten wel elke dag iedereen controleren, dat is natuurlijk wel zo. En dit zegt hij met een glimlach. Ik zou willen dat de mensen plezier konden maken. Als je wattenstokken in je neus plezierig vindt. Ik zou graag hebben dat de mensen een zorgeloze zomer hebben. Gezonder zorgen wil zeggen veilig. Nee, zonder gevaar wil zeggen veilig. Zonder zorgen wil zeggen zorgeloos. Uw nieuwspraak heeft geen effect op mij. Uw woorden zijn zo leeg als de wijn kiwiet. Het komt er ook dit jaar niet van. Maar we weten dat politiekers liegen. Zoals ik zei, we kunnen ook niet wachten tot 2022 voor een beetje iets leuks in het leven kunnen doen. Dus dit moet u echt bang maken. Pandemiebed. Want nu probeert Big Sister de grondwet te wijzigen. Om een specifiek rechtskader te hebben voor het beheren van een pandemie. En zo de autoritaire staten installeren. Zo kunnen ze ons beschermen tegen levensgevaarlijke anorakken. PFOS. 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 Berenboomgaard. PFOS. 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 PFAS. PFOS. 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 PFAS. PFOS. De bodem in Zwijndrecht is vervuild met PFOS. In het Antwerpse heeft de 3M-fabriek decennia lang chemicaliën geloosd in de Schelde. Nu blijkt de omliggende grond meer dan vervuild en krijgen de bewoners dit te horen. We afraden om zelf geteelde groente uit eigen moestuin te eten. Geen grondwater als drinkwater te gebruiken. Geen eigen kippetjes op te eten. Ook niet de eieren van die kippen te consumeren. Alleen blijkt dat de waarschuwing veel te laat kwam. 5 jaar geleden wordt duidelijk dat de bodem in het Oosterweelgebied in Zwijndrecht en Linkeroever in Antwerpen vervuild is met PFOS. En dan ontdaagt er een politiek steekspel. Hadden de adviezen voor de inwoners van Zwijndrecht om groenten en eieren uit eigen tuin te mijden al 4 jaar eerder gegeven kunnen worden? Wie wist wat wanneer over PFOS? En volgens Anne van Rentergem ligt de schuld bij... De echte bevoegdheid om bodemonderzoek uit te voeren, die lag bij toenmalig Vlaams minister van Milieu Joke Schouwvliegen van CD&V. Maar de burgemeester van Zwijndrecht steekt het liever op. Hogere instanties, hè, en dan ga ik ze niet bij naam noemen. Aldus sprak de hogere instantie van Zwijndrecht. Gelukkig is Rob niet zo laf, want het is duidelijk de schuld van... Groen, die in het verleden ook bevoegde ministers heeft geleverd en een burgemeester van Zwijndrecht. De echte boosdoener blijft natuurlijk... Dat chemiebedrijf 3M... Tenminste, als PFOS schadelijk is. PFOS is niet schadelijk. Maar Wim is geen chemicus en ik ben slechts een eenzaam elektron. Daarom vroeg ik het aan professor Cumulus. PFOS, perfluor, octan, sulfon. Dat is de anti-kleeflaag die op de teflonpannen staat. Dat is gevaarlijk als je een pan inslikt. Daar kun je van stikken. En nu zeggen ze op een keer, gevaarlijk voor de volksgezondheid. Sterven we niet van corona, zal het van PFOS zijn. Maar dat is niet gevaarlijk. Ja, in enorme hoeveelheden. Maar in enorme hoeveelheden, hè, kun je ook van water sterven. Hè. Waarom fixeren ze nu juist de aandacht op PFOS? Wel, corona is een beetje in de vergetelheid geraakt en nu trachten ze de mensen met iets anders bang te maken met PFOS. Overal zal er PFOS in zitten. In de groenten, in de eieren, in de lucht, in de grond, in het water. Overal PFOS. En waarom doen ze dat? Dat zijn de groen, hè. De groen, die hebben jaren geleden de dioxinecrisis uitgelokt. Op een keer zat er dioxine in de eieren. Ze hebben duizenden en duizenden kippen doodgedaan, miljoenen eieren vernietigd. En dat heeft geen windeieren gelegd voor de groen, want ze zijn in de regering geraakt. 4 jaar later zijn ze met hun klikken en klakken uit de regering gevlogen natuurlijk, want de mensen moeten die meloenen niet hebben. Maar ze hebben toch 4 jaar aan de vetpotten kunnen zitten en nu trachten ze via PFOS terug in die vetpotten te geraken. Meer is dan niet. Dat is allemaal politiek, corona en PFOS. Dat is allemaal gebaseerd op angst. Angst voor de dood. We gaan allemaal sterven. Oei, 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 oei. Vivaldi, red ons, groene, red ons. Oei, 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 oei. Dank u wel. Maar ik weet nog steeds niet of ik eieren uit Zwijndrecht mag eten. En misschien ben ik dat al jaren aan het doen. De chemische sector wijst erop dat PFOS al 15 jaar verboden is in Europa. Dus het antwoord op de vraag... Kunnen de inwoners hun gekweekte groenten en eieren nog wel eten zonder zich zorgen te maken over hun gezondheid? Is simpel. Als je 20 jaar geleden geen zorgen maakte, waarom zou je het nu doen? Volgens nieuwe metingen
hoeven er voorlopig geen woonwijken gesaneerd te worden in Zwijndrecht. Je zult waarschijnlijk aan iets anders sterven. En dat brengt ons mooi bij het weerbericht. Het hele land ligt in de zon en dat gaat voor de rest van de dag zo blijven. Amai, Sabine is oud geworden. En het weer van weleer was niet eens zonnig. Op verschillende plaatsen in ons land hebben de onweders lelijk huis gehouden. Dit was midden juni en dit was een week later. Het heeft deze namiddag op verschillende plaatsen zwaar geonweerd. Hier en daar ook schade. En dan nog een paar dagen later kregen we dit te horen. Vooral Vlaams-Brabant en Limburg kregen heel wat water te verwerken. De schade bleef gelukkig beperkt. Iets verderop in de straat gutst het water een perenboomgaard in. Dat is nauwelijks een ramp te noemen. Maar... ook over de taalgrens was er veel wateroverlast. Wallonië veranderde deze maand in Oceade. Dit is een van de toegangswegen van Spa. Aanvankelijk leek het zo echt niet. Het woord zondvloed is misschien overdreven. Maar de volgende dag moest zelfs Xavier van toon veranderen. Extreem veel regen, zeg maar een zondvloed. Het water stond meters hoog en de schade was enorm. Of zoals de VRT het eufemistisch uitdrukte. Toch niet onaanzienlijk, hè? Duizenden Walen raakten hun hebben en houden kwijt. Een beetje zakjes onhouden. En dat vond de VRT de uitgelezen kans om toeristen aan de schandpaal te nagelen. Contrast met de andere kant van het land kan niet groter zijn, hè? De minister van Zaken in het Binnenland meet haar verantwoordelijkheden, maar demonstreerde haar goede aard. Dat is natuurlijk een catastrofe voor de slachtoffers. Dus mijn gedachten gaan uiteraard in de eerste plaats uit naar hen. Dat zijn veel woorden voor weinig daden. Daar hebben ze ook niets aan. De koning houdt een minuut stilte. Maar daar hebben wij geen tijd voor. En Europa steekt het op u. Is iets dat een gevolg is van ons eigen gedrag als mensheid. Ze komen gelukkig wel met de oplossing. Vanaf 2035 zullen alleen nog auto's verkocht mogen worden die geen CO2 uitstoten, zoals elektrische. En dat heeft natuurlijk zijn prijskaartje. Emission of CO2 must have a price. Een prijskaartje dat Ursula niet zal betalen. Die extra kost zullen ze wellicht doorrekenen aan de consument. Maar wat als ik u zeg? Zeg dat het niet onze schuld is. Had de weerman iets duidelijker geweest... Er gaat nog een beetje bij komen. Ja. Dan had dit vermeden kunnen worden. Je kunt dat niet tegenhouden. Hè. Je mocht proberen wat je wilt. Dat gaat niet. Water kun je niet tegenhouden. Of misschien is dit de oplossing. Stop, stop bouwen, stop verharden. Of misschien is er al een oplossing. En mogelijk speelde de stuwdam in Eupen daar een rol in. Want dit viel perfect te voorspellen. Het is al de derde keer dat de straten hier volledig blank komen te staan. In 98, in 2018 en nu. Daarom is er in Eupen een barrage. Een stuwdam van 66 meter hoog en 410 meter lang. Snel geteld past daar 25 miljoen kuub in. Het ligt stroomopwaarts van Verviers, dus het had Chauxfontein en Luik kunnen sparen. Maar op het moment van de hevige regenval zat het stuwmeer vol. En dat is niet het moment om het te legen. Het hoogtepunt van de uitzonderlijke regenval gaan in Eupen de luiken van het stuwmeer open. Dat weet zelfs Jean. Maar in realiteit, c'est pas dû à la pluie proprement dit, c'est tout le contexte des barrages lâchés. Paul Nieuws liet ons weten dat er in een week tijd 25 waarschuwingen waren om het stuwmeer geleidelijk aan te legen. Maar zoals de oude Vlaamse wijsheid zegt, wallen zijn liever lui dan moe. Als het stuwmeer een paar dagen vroeger was opengezet, was er een grotere buffer geweest, waardoor de schade veel minder groot zou zijn. Zolang er geen geld mee gemoeid is, tenminste. Opvallend verschil, de twee stuwmeren van Robertville en Butgenbach, die als waterkrachtcentrale worden uitgebaat door Engie Electrabel, zijn wel preventief en geleidelijk leeggemaakt. Of is dit een snootplan van de gewetenloze politiek? De resultaten zijn ernaar. Het fundamenteel veiligheidsgevoel van mensen is aangetast. Red ons, Vivaldi. De mogelijkheden zijn dus doodgaan aan COVID, PFOS of H2O. Maar je kunt ook nog sterven van de honger. Ongeveer 450 mensen zonder papieren in Brussel, die eten al anderhalve maand lang niet. Het duurt ongeveer 50 dagen eer je verhongert. Dus die mensen moeten stilaan doodvallen. Maar dat gebeurt niet, want ze overleven op... water, zout en suiker. En nu zijn er enkele die zelfs dat feestmaal weigeren. Sommigen drinken nu ook al dagen niet meer. 3 dagen eer je verdorst. 5 als je chance hebt. Waarom zou iemand zich dit aandoen? In de hoop allemaal in 1 keer geregulariseerd te worden. Ah, maar wat die sans-papiers niet weten, is dat België een land is met
zeer bizarre politiek. De federale regeringspartijen zijn het volkomen oneens met elkaar. Vivaldi trapt in eigen doel met deze zaak. De linkse partijen willen dit. Dat premier Alexander De Croo tussenkomt voor er slachtoffers vallen. Daar kan geen sprake van zijn. Het probleem is dat men opgeschreven heeft dat illegale op individuele basis moeten behandeld worden. Het staat gewoon ook niet in het regeerakkoord een collectieve regularisatie. Maar als links de groep echt belangrijker vindt dan het individu, dan moeten ze maar uit die regering stappen. En kunnen ze in China opkomen. Maar de regering is niet gevallen. En de honger is gestild. Na 60 dagen hebben de meeste hongerstakers in Brussel hun actie opgeschort. En nu weten we waarom de hulpverlening in Wallonië zo traag op gang kwam. De hongerstakers worden door het Rode Kruis meteen opgevangen in noodtenten. De oplossing bleek eerder simpel. Minister Sammy heeft een hoekje afgebakend. We hebben die neutrale zone geïnstalleerd. Waar de ontheemden één voor één papieren krijgen. En de individuele behandeling, dat de enige weg is die mogelijk is. En zo heeft hij het probleem van collectieve regularisatie opgelost met semantiek. Vandaag hebben we eigenlijk geen stap vooruit gezet. Onder druk van kredietwaardige organisaties. De komende weken was er ook wel wat kritiek op die organisaties die de hongerstakers begeleiden, hoe moet ik het noemen, en zouden opjutten. Wat voor organisaties zijn dat? Dat bleken radicale types. Een aantal mensen die zeer, zeer extreem gedachten hadden. Extreem links? Annelies heeft het verboden woord gezegd. Daar was Sammy niet op voorbereid. Noem het extreem links. Ik betwijfel of uw spraaklustige partij dit beknopte antwoord goedkeurt. En met die neutrale zone hebt u wel iets op de hals gehaald. Deze middag stonden er plots ook veel mensen in de rij die ook op regularisatie hopen, maar die met de hongerstaking niets te maken hebben. Ah nee, hè. Geen honger, geen papieren. En onze regering kennende, moet je de hongerstakingsapp installeren. Zoals de volgzame robot dat je bent. Only human. Echte mensen waren al een maand geleden verhongerd. Jullie zijn robots. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Het Hongaars parlement zijn nog grotere Jeannette dan de Rode Duivels. 2. Azampe kan best asiel vragen bij een andere partij en ze moeten niet eens honger voor lijden. 3. Met al die regen zou ik toch niet naar Pukkelpop zijn gegaan. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit gewiekst choken. Like de video en deel het met de buurvrouw van de tante van uw schoonzus. Kwestie van bereik te verhogen. Ik zie u graag en ik laat u nog met dit. De VRT is van ons allemaal. Van hem, van haar, van hen.